Als lid van de studiegroep Openbaar Bestuur weet ik dat we in de regio Zwolle een unieke manier van samenwerken hebben met een hele lichte structuur. En door mee te doen aan de proeftuin kun je van elkaar leren. De regio is bijzonder omdat we met 20 gemeenten in 4 provincies samenwerken. Grensontkennend besturen en vanzelfsprekend het ook samen doen met onderwijsinstellingen en ondernemers. We gunnen elkaar de ruimte en op die manier bereiken we met elkaar een heleboel. Om die slagkracht te vergroten met een lichte structuur moeten we vooral een ambitieuzer programma maken. En daarnaast willen we onze financiële slagkracht verhogen. Iets meer investeren zonder dat je van tevoren weet wat de opbrengsten precies zullen zijn. Iets meer durf dus. Nou, toen we recent in een bijeenkomst van griffiers de vraag kregen voorgelegd of we misschien bij de regio Zwolle een wat meer juridisch formele samenwerkingsvorm moesten introduceren, was iedereen heel erg afwijzend. Deze regio is gebaseerd op vertrouwen. En waarom zou je dat dan moeten borgen door middel van een juridische constructie? Dan hebben we liever deze lichte constructie waarin we elkaar heel veel gunnen. Als ik nadenk over de volksvertegenwoordigende rol in de regio, dan denk ik aan een provinciale gemeentelijke commissie samengesteld door beide organen die samen nadenken over de agenda voor die regio, er samen ook invulling aan geven en ook de route bepalen hoe ze verderop in dat proces dat willen vormgeven. We kennen de 3 G's en dat zijn groeien, gemeenschappelijk en gunnen. En vooral dat gunnen vind ik heel erg kenmerkend hier voor regio Zwolle. En dat zie je eigenlijk vooral door de intentie om met elkaar samen te werken en niet alleen maar te blijven praten, maar ook daadwerkelijk iets te gaan doen. Daarom gaan we nu starten met een regionale leergang, waarin ambtenaren en ook managers van gemeentelijke organisaties niet alleen binnen de eigen gemeentegrenzen gaan denken, maar veel meer doen aan het collectief leren in de regio. Want uiteindelijk maken mensen het echte verschil. Als regio Zwolle zitten we eigenlijk altijd in de top 3. We hebben eigenlijk altijd wel zo'n medaille, maar we willen eigenlijk die gouden medaille hebben. Nou, wat we moeten doen is in ieder geval vanuit 1 agenda werken. De ligging, die hebben we. Daar hoeven we niks meer aan te doen. Ons DNA klopt, we werken samen, we hebben heel veel goede dingen in onze regio, daar ben ik van overtuigd. En als we dat kunnen bundelen met 1 agenda, dan gaan we vliegen. Nou, als regio worden we flexibeler als we kijken wat is de opgave en daar makkelijk flexibel geld voor verzamelen. Dus vragen aan gemeente, provincie en Rijk. Dit is het probleem. Lever daar geld voor, zodat we ook aan ondernemers kunnen vragen om mee te doen om problemen die wij zien echt op te lossen. Wat ik zelf sterk vind aan de regio Zwolle is dat we eigenlijk een regio zijn die het gewoon doen. Over de provinciegrenzen samenwerken. Er wordt wel eens vaak gezegd van Rotterdam, niet lullen maar poetsen. Maar wij doen het hier in de praktijk. En dat blijkt ook uit allerlei onderzoek dat wij hele goede werknemers hebben met een hele betrouwbare arbeidsmoraal. En we hebben natuurlijk ook goed onderwijs en goede ondernemers. En we hebben goed functionerende overheidsorganisaties die met elkaar willen kijken naar wat is nou het probleem. En daarom doen we het zo goed. We'll be right back.